Deze keer in de lolligste lekker spelen momenten. What the fuck, Toad? Wow! Zo, nee, dat meen je niet! Super. Oh! Nee, deze was niet goed. Hoeveel is het ook, gast? Ik heb geen lijm gevonden, ik heb wel. Ik weet niet of het werkt. Stroom. Zal plek weg. We gaan beginnen met dit streampje, jongens. We gaan puzzelen vandaag. 3-dimensional model kit airship scale model. Airship in elkaar puzzelen, jongens. En als ik de achterkant mag geloven, is die easy to assemble. Easy? No skis, hoor. No glue. Ja. 30 tot 90 minuten te moeten doen zijn, Timon. Oké, pulken. Gooi alles eruit dat erin zit. Nou, gooi die skisors maar weg. De achterkant staan aanwijzingen. Geen schaar nodig. En denk het ook, kutspel. Denk het ook. Hoppakee. En dan gaan we, jongens. Dit wordt echt easy. Ik zie het nu al. Dit gaat dus de hele avond in nacht duren. Nee. Ga nou niet zo sceptisch doen. Peter, nu, het begint al ergens op te lijken hier, hè? Ja, dit is... Peter, ik nou al bijna, hoor. Nou! Boom! Lekker! Pers. Doe even of je langs vliegt. Uit beeld en in beeld. Nee, Timon, ik vind sorry, het... ik wil even roleplayen gewoon. Ik ben gewoon blij met mijn creatie. Jongens, moet je zien het hoesje. Gaan we erop pakken, pakketje. Alle puntjes moeten nu op zijn plek vallen, zodat je kan deppen erin. Ze vallen niet allemaal op een plek. Ik weet niet of dat... Ja, anders kan je dat gewoon lijmen. Er staat dat je lijm mag gebruiken. Dus als het is niet nodig. Het is niet nodig, maar als het werkt, wel. Kan je lijm gebruiken erop. Echt, hij valt niet op zijn plek, Tim. Dan moet je echt lijm gebruiken. Moeten we lijmen? Ja, ik ga even lijm pakken. Ja, pak even lijm, dat is gewoon makkelijk. Er staat van, je hoeft geen lijm te gebruiken, maar het mag wel. Plakband is misschien ook wel handig. Plakband? Heb je plakband? Plakband, als je te gek bent. Waarom ben je er zelf zo blij mee? Ik wel rond gaan nagels. Ja, hier met het bloed, het stopt ook met stromen zo erg. Ben ik aan het pulken. In beeld, kijk. Boom. Kijk hier. Zit dus dit gaatje. Het ziet er wel professioneel uit dat we het echt kunnen filmen. Kijk hier. Deze. Die hoort daar. Pest hem gewoon dat die past. Maar omdat die gewoon niet. Dat het gewoon niet goed geprint is of zo. Oh, is die goed geprint? Komt het net niet helemaal goed uit. Oké, nou dan moet je gewoon plakken. Dan moet je gewoon plakband doen, want anders. Als gewoon een verkeerd is geprint. Ja, of ik heb het een beetje scheef erin gedaan. Kijk nou even. Het is handiger dan die gaatjes. Heb je nog meer plakband nodig? Gewoon eentje eromheen. Als je te gek bent. Chat, ga nou niet aanstellen. Ga ze. Is iets een mooier uit dan je hoort? We zijn nog niet klaar. Eet gewoon zeg maar, er overheen helemaal, want die gewoon alle kanten een beetje goed heeft. Ja, maar serieus, ik ben het wel een beetje met de chat eens. Ja, ze zeggen allemaal dit kan niet. Maar je kan het ook echt, je kan het wel die gaatjes gebruiken, chat. Doe nou niet zo irritant, je kan gewoon die gaatjes gebruiken. Maar dit is ongeveer hetzelfde, maar ik ben wel met jullie eens dat het niet mooi is. Dat je dat dit ziet, dus we kunnen het niet aan de binnenkant doen. Maar ik vind het wel zonde, want straks al, dus ik wil eigenlijk geen plakband. Zal ik even, mag ik even lijm? Kan je dit nog dichtlijmen? Nee, maar op? We moeten hier ook aan de voorkant weer. En ik wil niet overal plakband zien. Want dit is wel echt lelijke plakband. Zie en echt plakband helemaal... ziet er wel lelijk uit. Dus Hij lijkt wel, vind ik. Ja, je ziet het buiten. Aan de buitenkant zie je plakband. Ja, ik weet niet of ik plakband heb, is het kut. Ik ga lijm. Één keer kijken. Lijm hebben we nodig. Oh, sorry. Even kijken, ik kon wat lijm vinden. Ik heb geen lijm gevonden. Ik heb wel... Ik weet niet of het werkt. Stroom. Zal plak weg. Serieus. Als we dat aan de binnenkant... Even niet door, even serieus. Want jij gaat me altijd gelijk bespotten, maar serieus. Volgens mij kan dit niet schimmelen. Kan dit schimmelen? Ik weet niet. Als ze het aan de binnenkant doen, als dan zie je het niet. Als je het binnen ziet niet, dan kunnen we die plakband eruit afhalen. En dan zie je van de binnenkant plakken aan elkaar. Kijk, al doe je nou hier. Kijk hier, al doe je hier nou een beetje lijm. En dan kan je het er zo aan vastplakken. Maar even serieus, zeg maar, kan stroop kwaad, zeg maar? Even serieus vraag ik nu. Want ik weet wel dat het plakt. Het plakt wel. Het gaat wel genoeg plakken. Ik heb een keer mijn shirt gekregen en het is echt heel irritant. Ja, maar doe nou niet zo geinig, want ik wil even serieus weten. Want volgens mij als je hier plakt en je doet het hierop, dan plakt het wel genoeg om te blijven plakken, toch? Kan geen kwaad. Volgens mij de chat kan het gewoon, serieus. Gewoon. Als je het niet ziet, dan is het heus niet zo heel erg, volgens mij. Echt serieus, ik maak... Of kan het niet? Want jij zit me echt zo aan niet. Te kijken.
Ik weet het niet. Alleen maar omdat jij je het gebruikt in de keuken. Ja, nee, maar gebruik het in de keuken is het opeens super raar. Ja, overtuig me bijna dat het gewoon echt kan. Dus, ik snap dat het niet gebruiken voor lijm, maar het hoeft ook niet zo erg te plakken. Gewoon een beetje. Een beetje stroop. Kijk, en als je dat hier zo opdoen. Nou, daar zie je helemaal niks meer van. Nee, maar dat bedoel ik dus. Want het kan in principe geen kwaad. Je hebt te weinig gedaan, misschien. Nee, nou, nee. Ja! Oh, ik zei het toch, het moet alleen even droog. Wacht maar, jongens. Oh. Wacht maar. Ik had geen idee dat ik naar een twee verstandelijk beperkte, maar wel aantrekkelijke autisten was aan het kijken. Jeetje, wat een drama. Maar als hij straks in elkaar zit, dan piep je wel anders en dan denk je toch, oh, dat ziet er toch allemaal uit. Als het nu alleen maar blijft zitten, dan... Kijk, oh! Oh! Oh jee! Oh. Hij slaat hier nog een beetje los. Dan moet je... Niks wat een beetje plakband niet fixt, denk ik dan, Peter. Kijk, deze zie je niet. Dit plakband zie je niet eens. Dus waarom zou het niet mogen, als je het niet ziet? Doe even de roleplaying nog even. De mensen een beetje inleven. Maar serieus, wacht even. Ik wil even, chat. Ik wil even dat jullie hier Nee, ik wil gewoon... Wie waren nu die skeptels die zeiden van... Oh, ja, nee, maar nee, met Timon, laat me even, want ik meen het. Ik wil dat jullie excuses aanbieden, want nu zit het wel gewoon goed. En niemand zal ooit weten dat het stroop is en geen lijm, want het plakt allebei. Oh, er komt hier een... Goh, vegen, kan je dat? Dat ziet niemand, joh. Het zou in die, ja, die gleufjes, die past die dan weer als niet. Als die wel past, dan doe ik het gewoon, hoor. Ja, gleufjes. Ja, dat werkt gewoon niet mee. Ik ga wel hier wel even een paar op de puntjes alleen. Want dan kan ik even gewoon opplakken. Want dat werkt niet, Timon. Die gaatjes, die is echt kut. Die gaatjes werken niet. Gewoon een beetje voorzichtig. Moet allemaal kunnen, hoor. Kijk, goed. Die ziet wel echt dat je dit vaker hebt gebruikt. Dit zou nu moeten passen, maar... Dit is echt een kut ding, man. Dit is echt een goedkoop kut ding, joh. Kut, joh. Dan gaat die hele achterkant... Het druipt een beetje. Nee. Wat? Hoe kan hier nou aan de achterkant stroop uitkomen? Hier heb ik helemaal geen stroop ingedaan. Echt, ik word helemaal gek ook. Peter, je hebt gewoon... Het blijft niet, maar dit is echt kut opgebouwd, man. Hé, hey, jongens. Doe een sponsorstream. Zet even ons gare ding in elkaar. Laat even zien wat onze producten zijn. Als het niet eens klopt. Dat is goedkope stroop heb je ook. Het is een netmerk. Ik heb gewoon een goede stroop. Kun je hem even plakbandje aan? Dat is een beetje onnodig hier, Timon. Ja, sorry. Ik schoot een beetje uit. Dan moeten we niet nu nog eens met een petje naar gaan gooien. Want we hebben er echt een uur aan gewerkt. Wat doe je liefst op een pannenkoek? Het zou mij niks... Stroop, maar het zou mij helemaal niks verbazen als lijm en stroop. Niet 100%, maar echt wel overeenkomende... elementen hebben. Er zit waarschijnlijk gewoon zat suiker in lijm. En dan als er lijm op een potje staat, omdat jullie door de samenleving en de, hoe noem je dat? Door het is allebei slecht voor je. Ja, maar de mensheid mag gewoon in de maling worden genomen. Door de marketingwereld en zo en de media. Oh, nou er staat lijm op mijn potje en dan gebruik ik het daarvoor. Als staat er stroop op, oh, dan kan ik het daar niet meer voor gebruiken. Nou, volgens mij wel. Kut. Maakt niet uit. Schenkstroop. Doe het even in een normale tube, zodat het kan. Dat je het kan gebruiken. Gewoon dat je het beter bij je bouwmodel tubes zijn kan. Makkelijker. Ja. Huh? Tubes zijn makkelijker. Ja. Doe het best, zodat je... Hier kan ik niet goed bij die bouwmodellen. Maar dan hou je jezelf als product ook tegen, heb ik het idee. Ja, kut, man. Is dit nog te fixen, denk je? Ja, heb je een doekie? Ik heb geen doekie, maar ik heb wel water. Ik kan wel van wat water pakken. Ja, ik weet niet, heb je doekies hier? Ja, pak wel even een doekie erbij, want dit is fucking... Dit, deze gozer, die hoort hier nog in, of niet? Ja, die moet je even terugstoppen. Die doet het niet voor de camera. Pak even water, serieus. Water? Ja, water en doekie, want het anders trekt het in onze nieuwe muismat. Pas op voor de apparatuur hier, hè. Heb je een doekje dat ik kan deppen? Kut, man. Klote onvoorspelbare kutwater altijd, joh. Dep, snel. Anders gaat het op de PlayStation, staat hier. Dat is te weinig, Timon. Geef me nou even een... Ik ben helemaal een beetje akelig van je, Timon. Je werkt niet echt mee. Kut, man. Misschien moet je rollen. Deppen. Oeh. Deze kan je toch op en dan rollen doen? Ja, maar dit is wel een beetje smerig. Oké, pak die achterkant. Team, kom op. Even zo'n... plakbandje alsjeblieft.
Zo'n plekband. Als je te gek bent. Timon, echt, ik wil gek hoor. Want ze droogt het stroop op. Wikkel hem aan. Ik wil niet hem. Oh nee! Kutstroop. Timon, ga nou niet, want dit is typisch Timon. Dan gaat hij op het einde nog even verprutsen terwijl we er zo lang mee bezig zijn. Ah, ik snot. Ik heb wat wc-papier. Maakt niet uit. Ik heb gewoon nog wat stroop erin gedaan dan. Dan doe je een depje een beetje met je vinger gewoon goed veel op je knutselwerk en het werkt gewoon. Strooien, dan zie je niks meer van die stroop en lijkt het net alsof hij door een sneeuwstorm gegaan is met zo'n spannende serieus, hè? Je maakt nu een geintje. Hij maakt een geintje, maar als serieus, als er poedersuiker overheen doen, is het wel echt serieus. Het is poedersuiker. Waarschijnlijk wel. Zal ik even kijken? Ik kijk straks wel. We hebben nu een prima zeppelin gemaakt. Hij lijkt voor mij wel op het voorbeeld en als de ene die zeppelin in het spel. Maar wij willen dat er nog een mooi extra effect overheen doen. Dus wij willen het net doen alsof je in een sneeuwstorm, door een sneeuwstorm gaat. Ik had geen poedersuiker en ik dacht serieus dat ik het wel had. Maar ja. Ik heb wel... Wat heb je wel? Wel iets als sneeuw... Bloem? Dat moet ook kunnen... Het is wel een beetje geel. Of ik heb dit. Bouillon. Ik weet niet. Waar moet dat op lijken dan? Sneeuw. Oh, het is ook wel sneeuw. Kijk, welke is witter? Serieus, bouillon is witter hoor. Ja, dan gaan we voor die kippenbouillon. Ik dacht dat dit gewoon poeder zou zijn. Ja, ik ook. We gaan voor kippenbouillon. Je moet eerst... je kan het er niet zomaar opstrooien. Je moet wel maar iets wat, waardoor het blijft plakken. Ja. Hé, hey, hebben jullie een idee in de chat? We hebben geen lijm. Oké, de techniek. Nu ga je... Je kan niet om die vieze vingertjes heen nu. Dat is ook gewoon lekker af en toe hoor. Gewoon lekker die vieze deppen, niet te veel. Een beetje veel op je vingers. Zo. En dan doe je zo. Deppen. Niet anders ga je het zien. Alleen waar je het sneeuw wil hebben. Ja, alleen waar je het sneeuw wil. Anders gaat het want overal plakken. Wat het dus gaat doen... Het is eigenlijk... Het gaat, functioneert een beetje als lijm dus. En de bouillon ja, die gaan we erop strooien. En het blijft alleen plakken... Waar ook... Inderdaad... Het lijm zit. Poedersuiker heb ik niet. Dus je moet iets hebben wat wit is. Ja, wat nou, is dit? Ja, dit is het best... Ja, dit is, dichter bij een wit kan het niet komen. Nou, het kan ook een beetje... Kijk, het kan ook een woestijn zijn. Kijk, nou, dit is mooi. Het levert een mooi effect op. Het is iets geler dan ik dacht, maar dat is geen probleem. Ja, in dit licht ziet het er helemaal geel uit, maar dan is het gewoon woestijn. Ja. Het blijft alleen hier plakken, zeg maar. En dan zie je dat stroop niet meer. Laat hem even langs vliegen, even een beetje voor het effect voor de mannen. Oké, komt-ie. Mooi dingetje, hoor. Te weinig! Memes in je donatie, krokanje. Ik ben toch wel... Oh! Jezus! Zo! Zo! Nee, joh! Nee, joh! Mag ik nu ook eens een Twitch-clipje, joh? Dat zou ziek zijn. Dat Twitch zo'n highlight maakt, dat die 5 gifs en dan... Nee, joh! Wacht. Ik kan hem even opnieuw afspelen, hè? Ja, komt dit wordt zo'n Twitch. Clip, want Twitch doet wel eens reclame, zo hebben ze weer zeg maar iets nieuws gebracht om jullie geld af te troggelen. Ja. Dan gaan ze van die reclames maken met zeg maar compilaties van mensen die dat dan gebruiken. En ik wil eerst mijn exclusief en dan kunnen ze jouw exclusieve reactie en dan kunnen ze kijken welke ze gebruiken. Ja. Want ik heb het gevoel dat jij altijd heel nep klinkt en ik wil. Ja, ik ben wel heel echt hoor. Want ik wil zeg maar dat ze mij gebruiken. Oké, dan doe ik hem even opnieuw. Ja. Okay. Wow! Oh! Oh! Die ga je niet menen, man! Pieren! Pieren! Oh. Nee, deze was niet goed. Ik ging... Maar... Het was zo stil op de achtergrond en zo. En toen voelde ik hem ongemakkelijk. Maar ik probeerde wel door te gaan. Je moet ook gewoon doorzetten. Ik heb een nieuwe. Wil jij eerst? Dan kun jij een beetje achtergrondmuziek. Dat is wat natuurlijker. Oké. Ja, doe maar. Speel maar af. Wow! Zo! Nee, dat meen je niet! Björn, wat lief! Björn, wat lief! Nee, joh! Mag ik een hype van Björn in de chat? Oh, Björn! Kut, halt. Oh, dat was niet goed. Waarom ga je dit hype Twitch in de chat? Moeten andere mensen enthousiast zijn voor jouw geld? Jij krijgt geld, moeten zij dan hypen? Dat doen Twitchers toch? Oh, sorry, dat wist ik niet. Maar ik heb wel goed, Twitchers zou dit toch wel kunnen gebruiken misschien? Wat als ik mijn varkensgeluidje ga doen? Hou je bek even. Okay. Wow! Oh, ik ben het speevarkentje! Film hem! Pieren! Was die goed? Stop die clip. Die was voor mij, dat was mijn originele. Dat was niet goed. Ga geen pijnlijk doen omdat jullie geen
geen subs krijgen, gast. Ga zelf streamen, man. Dat voelt helemaal niet lekker. Dit juichen is totaal niet ongemakkelijk. Waar heb je het over? Het is een doorbraak, kan dit zijn. Twitch gaat dit clippen en dan komt de hoofdpagina. En dan zeggen ze van, oh, deze Twitch zijn blij met geld. Ja. Oh, maar, oh, dat is niet goed? Echt gênant. Kappen jullie gewoon. Je moet gewoon kappen. Want ah, jullie weten niet waar je het over hebt, joh. Ik ga lekker jaloers zijn, man. Oh, Pjörn heeft nog 5 subs weggegeven. Echt? Nee, we hebben al die clips al gemaakt. Ja, hij komt niet in zijn beeld. Oh ja, toch bedankt Pierre, maar we hadden die clips al gemaakt. We hebben die clips al gemaakt, dus we hebben het niet meer nodig, zeg maar. Maakt niet uit, toch bedankt hoor, maar het is wel echt... Ik ben nu gewoon kappen gewoon, ah. Nou, nu ook, vind ik. Wauw! Nee! Oh! Dit meen je niet! Careless Gamer, dankjewel joh, voor je geldverspilling joh. Crazy House. It's Crazy House. Mag zo'n Crazy House in de chat, jongens? Mag de hashtag Crazy House, jongens. Kan je even typen en kan ik hem lezen? Geef even wat liefde naar de Careless Gamer. Geef me even wat liefde. Mag ik even een lief voor die gamer? Wat even hoor, ik ga even mijn geld op mijn bankrekening zetten. Kunnen jullie gewoon even wat liefde geven? Kunnen jullie even blij zijn van, kun je even laten weten in... Laat even weten hoe blij jullie zijn dat wij geld hebben gekregen. Kun je het even laten weten in de chat? Chat! Oh, en een hype. Mag ik ook een hype? Was een hype voor ons? Of mag ik hype voor hem? Ik zie dat mensen heel blij zijn voor ons. Ja. Is die hype? Is die hype? Is die gewoon wel gelukkig? Iemand zegt, ik voel mij super... Supermooi leuk. Voor de tegenstanders. Ten eerste Toad altijd. Oh, Toad. Ja, dat is afgang nog erger als je verliest. Oh, als eerst kreeg je meer punten. Oh, ja. Had ik het maar gedaan. Ja, tuurlijk Toad. Naapen, joh. Echt een vuile billen likken die je Toad. Ja. Even kijken, gaan we tegen... Toad, altijd tegen Toad. Altijd tegen die nare Toad. Met het vervelende keelgeluidje. What the fuck? Nog maar 3 rondes te gaan. Okay. Oh, sorry. Ja, skip hem altijd. Niet meer. Ja, ik ben de hele context kwijt, dus kun je dit wel laten lezen. Maar daar heb ik er niks aan. Oh, hij gaat voorspellen wie er gaat winnen, toch? Ja, altijd die laatste staat. Ik doe het bijna in een proef aan, doe het even normaal, Toad. Zo spannend is het. Ik scheid eindelijk bijna over mijn kleren heen. Ja. Omdat ik zo blij ben. Echt geflipt, die gast. Oké, okay, mijn eerste. Toad heeft gewoon 0 gunfactor. Dat is een eikel. Dat is een eikelbek. Maar sommige mensen zie je gewoon dat ze eikels zijn, zonder dat ze nog echt iets hoeven te doen. Ja. Heb jij mijn stem? Zit je in een slapte oude hoerengast? Geen ster, of hou je gewoon weer dat bekkie van je? Gore bekkie, toch? Ja, gore bekkie van hem. Maar dan lekker bekkie. Jawel, ik vind het wel een beetje goor gezicht. Ik kan een lekker bekkie en een gore bekkie hebben. Nee, dat weet ik niet. Ik wil die nooit meer doen in mijn leven. Gaat Toad nog een ster geven met zijn gore gezicht of wat? Toad gaat er wel eentje geven. Ja, met zijn ranzig. Wat een gedrocht, hè? Gore lekker bek. Nee hoor. Oh, ben je gierig. Dan op! Wat doe je dan? Wat doe je in mijn huis? Even kijken. En nu kunnen we het zandkasteel... Hé, is het die Toad toch? Die gaat dingen geven, of niet? Toad gaat dus iets geven. Zou mij verbaasd. Waar is die gast dan? Oh, hij zit hier niet. Dat is een ander... Bij die put is dat natuurlijk. Oh, heel toevallig is hij er weer niet. Overal staat hij, maar hij moet iets uitdelen, is hij niet meer hoor. Zoveel rode schildjes zo. Kut man, ik ben echt een kut Toad man. Sinds hij is hij gespeed naar Peach. Is toch een soort van bewaker ofzo? Peach? Nee, niet Peach, nee. We doen op Toad. Top 5 is meest stombare characters. Toad. Toch, Toad wel. Echt een nare koppie. Ja, ik ga even focussen. Nare koppies. Ja, dat blijkt Bronsmoor. Nu moeten we eerste worden, Tim. Voor mij is dat zelfs is dat genoeg nog? Dat weet ik niet. Wie net, ja, Toad is heel lekker bezig. Wie kunnen we nog winnen? Ja, moet Toad echt laatste worden. En als hij tweede wordt gewoon. Want we zijn een keer... Nee, hij moet echt vijfde worden. Vijfde, gaan we niet winnen. Toad maar is een computer. Kan. Ja, maar hij is een computer. Maar het kan wel. Nee, het kan niet, want het zijn altijd de eerste, tweede en derde. Nee, het kan. Focus die Toad gewoon. Heel goed. Een tikkie geven, dat bandje. Dat bandje mikken. Als hij een zwak band heeft, ja. Je hebt hier geen pitstops. Oh, ik tik dit! Ja. Oh! Ja. Wat
fuck? Was hij niet tegen je trein aangegaan? Nee, dat had hij weer in. Ja, 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 ja. Pak hem. Afsnij. Die bitch even pakken. Ja, die zien we niet meer terug. Peach, haal hem in. Peach, haal hem in. Nee, Peach, haal. Die heeft vlak achter even nog niet ingehaald. Nee, daar gaat weer even hard. Slam hem. Slam. Achteruit. Ja. Ja, oké. Kijk, hij is nu echt 5 keer gehit ondertussen. Nu moet je hem. Als hij 5 wordt, dan ben je. Nee, hij is nog steeds 2. Nog steeds 2. Oké. Okay, ja, 3. Kom op, wachten. Ik heb dus 1. Ja. Hij staat stil. What the fuck, hij staat echht stil door iedereen. Ja, hij is door de trein, maar hij is nog niet ingehaald. Peter en Timo. Hij komt weer terug, hij stond derde en hij komt weer terug. Heel, kijk nou, jeetje. Hij is heel snel. Oké, schiet hem. Ziet hem? Ja, nu wordt hij ingehaald. Ja, hij wordt ingehaald, Timon. Hij wordt echt ingehaald, want hij is nog steeds tweede. Oké, okay, hij is heel snel. What the fuck, dood? Hij is nog niet ingehaald. What the fuck, dood? Oké, ik heb het spel is gerigged. Nog een keer. Oké, nu wordt hij ingehaald. Ja, op de map zie ik dat hij ingehaald. Hij is niet ingehaald. Hij kan niet ingehaald. Hij moet zeg maar tweede worden van het spel. Dan gaat iedereen Toad tot de dood. Toad is een vuile cheater scripter, gast. Dit is gewoon klinkt klaar. Wat is dit nou voor uitslag? Kijk, hier gaan we. Ik zie niet eens wie er wint. Gefeliciteerd. Ik heb verloren van Toad. En Toad heeft gewonnen! Toad staat eerste, joh! Heb ik echt een gedeelde eerste plaats? Ja, met Toad! Dat maakt het ook minder puzzelen. Ja. Knal dat eerste pakje maar, dan gaan we gewoon, joh. Het ruikt hier wel een beetje ranzig. Ruik jij het niet? Ik ruik niks. Ik ruik helemaal niks. Deze moet eigenlijk meteen doorgeknipt worden, Timo. Wanneer? Waarom zelfs het stroop helpt net bij dat pankie. Het vierde pakje gaan we niet door. Dat slaat niet eens ergens op. Ik heb wel stroop als het nodig is. Ja, als je hem echt voelt alleen, hoor. Alleen als je hem maar echt dat voelt. Weten mensen die mij kennen een beetje. Sommige mensen noemen het bijgeloof. Sommige mensen noemen het de pure waarheid. Maar sommigen noemen het ook slim. Gewoon slim en tactisch. Het ruikt wel echt ranzig hier, serieus. Wat ruik je? Ik ruik puur scheid. Zit je scheid nee, nee. Echt niet. Ik ruik ook niet eens wat. Je krijgt wel zo'n koppie als je echt ranzig nee. Naast me te scheiden. Nee, ik ruik niet eens wat. Het is wel echt, het ruikt iets niet helemaal. Maar goed, we gaan in. Ja, iemand in de chat zegt, ik ruik het ook. Het is Timon. Nou, heel leuk. Oké, we gaan jongens. Even inkompakkie. Oké, dat ziet er goed uit. Ik begin ook iets te ruiken. Serieus. Het is echt werkelijk stront, ruikt het hiernaar. Ja, ik ruik het de hele tijd, maar ik wil serieus. Nee, ik ruik het echt net niet. Gewoon een walpje. We zijn live en ik wil je echt niet naaien, maar volgens mij is het nee, echt serieus. Nee, ga dan niet zo. Wat? Ik zou serieus nee, even dat doe ik checken niet. Op de wc of je niet erg. Ja, even wc, checken of er geen stront uit mijn anus is. Even checken. Ja, misschien hangt er zo'n. Ik ben een volwassene, maar even, ik ga even checken of er stront uit mijn anus hangt. Maar wil je graag even checken, gast? Ja, maar je zit jezelf wel. Ik zeg echt kokhalzen straks van jou. Wil je even kijken? Even checken, gast. De last thunder. Wat last thunder, dude. Is de stroop niet gewoon overdatum? Stroop kan niet overdatum. Dat zal wel weer niet. Maar soms ruik ik het even helemaal niet gewoon. Dus zeg een tokje, maar ik denk ja, totdat je gaat praten, is dat het? Nee, het is omdat je het zegt. Want ik zeg, let ik erop en dan ruik ik het ook. Dus ga maar even kijken straks. Delibird. Echt, ik word helemaal een beetje misselijk van die geur. Ja. Ik ga het even fixen. Ja, ik kan ook helemaal niet genieten meer. Een schapie. Ja. Kom maar in, Lugia! Maar je legt ook helemaal geen voel in. Je doet het echt heel snel allemaal. Ik merk het. Ja, fix het even. Gebruik je neus. Ga je altijd... Terwijl je rondloopt, moet je er... Als een cartoon doen. Ja, dat hoef ik niet te doen. Ja, maar dat zou wel geinig zijn, al zou je dat doen. Ja, ga weg, gast. Oh! Wat? Oh! Wat? Wat doe je? Wat is het? Dit is stront! Wat? Ja! Stront, gast! Tuurlijk! Hier! Ja, what the fuck! Ga weg, hoor! Gast! Ja, die kat is hier zeker geweest. Ja, die is hier wel geweest. Die is hier wel geweest. Nou, jongens. Ga niet laten zien, gast. Haal het weg. Gast, je gaat in de camera aan de hand, gooi het gewoon weg, gast! Ga je nou echt laten zien? Die geur niet door propakjes die jullie ga je nou echt laten zien? Hoeveel is het ook, gast? Gast, haal het weg! Ah, ga kok al zo op, ga weg, gast! Gast, haal het weg, ik leg het even dicht! Nee! Jongens, het dood een keer! Gast! Gast, de deur! Waarom zeg je het hier neer, gast? Gast, haal het weg, serieus. Oh, nu weet ik niet hoe Willy Bortel af gaat lopen, gast.
Haal het weg, serieus. Ik ga nu juist. Ik geef hem op mijn nek, joh, als ik naar kijk. Ja, ga wel lekker die het neemt dan ook. Ik ruik in ieder geval niet echt meer. Nu ruik ik echt niet meer. Je gaat hem in de soep. Hij heeft in ieder geval... Nee, hij heeft er niet naast gescheten, hè? Gast! Peter, haalt weg. Even serieus nu. Eén pakkie. Dit is voor de kijkers. Het is ook misschien wel goed als achtergrond ook, ja. Nou, hou maar als achtergrond dan. Ga maar. Oké, pakkie. Misschien brengt het wel geluk. Misschien brengt het geluk. Het lijkt wel dichterbij dan het is, maar het ziet op camera ziet het er heel ranzig uit. Okay. Wat gebeurt hier? Oh, zijn pakjes aan het openmaken. Dat is een Pokémonkaart. Weet je, ben echt klote bezig. Een zebra, toch? Wat zei je? Golden card, baby! Oh, Chemine! Peter, die netbal. Dit is sowieso meer dan die 30 euro. Die netbal. Kijk, het is niet het duurste. Oh! Bingo! Het is serieus. Eén van de zeldzaamste. Nummer drie, duurste kaart. 40 euro. 40. Dat is echt heel erg echt ziek. Leon! Ja, haalt eruit. Opkutten, hè? Niet met mijn hand zitten. Ja, fuck af. Dat gaat toch op de muismat? Ja, is prima. The fuck doe je dan? Je gaat het niet in de stront laten. Je gaat niet in de stront laten. Nu zit de stront op de muismat. Hé, mensen zeggen verkeerde bal. Oh, we hebben de verkeerde bal. Welke was die van ons dan? Dit is de quickbal. Ja. Hoe kan het nou de verkeerde bal zijn? Welke was van ons dan? Ja, wij hebben de netbal. Wij hebben de netbal en dit is de quickbal. Ga even kijken hoe die deze netbal. Is. Netbal. Dit is een quickbal. Oh, dan kun je toch lekker in de stront prop. Hoe kan iemand zo lomp zijn? Hoe kan iemand zo lomp zijn? Wil je leuk doen, hoor. Wil je leuk doen. Dat was echt welcome to Jackass. Leeuw. Dit was goed. Ja, deze shit moet even weg. Ja, haal het even weg. Je kan gewoon een Donald Duckie pakken. Gewoon rustig. Jezus. Ja, als gewoon de weg van rest maar weg is. 13 hoe lomp kan jij zijn, Gijs? Hoe lomp kan iemand zijn? Heb je eens opgesmikkeld? Is wel zonde van die Donald Duck. Even eerlijk. Ja, nou weet ik niet of Billy Wortel dood gaat op het einde. Wat denk ik van die moppeltrommel? Die heb ik al gelezen, die doe ik als eerste. Nou, daarom zit je net allemaal geintjes uit je mouwtje te schudden opeens. Van wie is die stront juist van Timon? Je zou me voorstellen, dan heb je gewoon een jaartje of zo niet gekeken en dacht je, oh, ik ga even naar die respectvolle streamers die het altijd over videogames hebben. Even kijken hoe het nu gaat. Ja, oh ja, die zakenmannen, wat ze altijd zeggen. Ja, ja, oké. Okay. De volgende keer in de lolligste lekker spelen momenten. Wakku wakku! Hey, what the fuck? Hey! Oh nee, rood! Maar de McDonald's is fucking ranzig! Kom op, Timpie. Ik kijk er weer van, ik krijg de kriebels in mijn nek. Internet gebruikt nu. Mam, ik ben een headset aan het winnen!